Hij is er. Hij is er. Zijn kunst is er ook. Ja, nou, dan mag best even een applausje. Ja, kijk. Die is binnen, toch? Ja. Die is al binnen. Die is al binnen. Ja, heel fijn dat André er is. En zijn werk is er ook. Jullie hebben, tenminste een deel van zijn werk, want jullie hebben daar al wat van kunnen zien toen jullie binnenkwamen. Daar staan op een paar ezels staan een paar prachtige schilderijen. En hier stond er ook net een, maar nu is hij weer weg. Oh, daar! Hij heeft hem gewoon zelf in zijn hand. En om nou even iets meer te weten te komen over André, ga ik hem even een paar vragen stellen. André, ik ken jou van het onderwijs, van de Letaren, basisschool de Letaren. En je bent dus kunstenaar. Kun jij iets vertellen over al die prachtige schilderijen met heel veel kleuren? Wat jouw inspiratie is? Want je, kijk, hier staan dan ook weer... Nou, het zijn eigenlijk allemaal dieren. Allerlei soorten fantasiedieren. Kun je daar iets over vertellen? Ja, dit zijn inderdaad allemaal dieren en die buiten staan. Maar dat is maar één serie. Daarvoor ook heel veel andere dingen gemaakt. Ik schilder en teken al heel lang, maar eigenlijk pas de laatste, nou laten we zeggen 11 jaar, toen ben ik samen met onze dochter Anouk, zijn we gaan schilderen elke week. Olieverf, en dat gaat allemaal heel traag en dat stinkt lekker, je kent dat wel. En dat is dan bijvoorbeeld een olieverf schilderij. Dat doe je dan ontzettend lang over, tenminste ik wel. Anouk kan dat heel goed, die kan heel goed, heeft heel veel geduld voor dat soort schilderijen. En bij mij moet het eigenlijk een beetje tempo hebben. Ik had jullie eigenlijk samen moeten interviewen. Nou, maar dan kan niemand filmen. Dat is dit. Oké, nee, ga gewoon door. Zo. Wat ik erg leuk vind is inderdaad met grootstukken, met rollers en met dat soort dingen aan de slag. Met grote kwasten aan de slag. Als je heel goed kijkt, zie je hier ook... Als je hier goed kijkt, zie je ook dat er allemaal motiefjes in zitten. Het tafelkleedje wat van oma's tafel is meegenomen. En er zit een heel motiefje in met spuitbussen en zo. En, maar ja, lekker spetteren met de verf. Dat is wel een beetje mijn ding, zeg maar. Ja, dat is jouw ding. Dus dat heb jij lang gedaan. 11 jaar doe je dat dus al. Ja, ja. Inmiddels ben je ook met de video art bezig. Hoe ligt dat lijntje van schilderen met olieverf naar video art? Ja. Hoe komt dat lijntje tot stand? Nou, ik ben is het tot stand gekomen? Ja, precies. Ik ben altijd wel heel erg enthousiast geweest over computers. De oude Commodore computer en dat soort vond ik allemaal heel erg leuk. Ik heb een tijdje in de informatica gewerkt. Dan moet dat er gewoon bij komen. Nou, het leuke van deze schilderijen is ook... dat hier ook gewoon informatica in zit. Vertel. Want als je naar dit schilderij kijkt en je zou je app ervoor houden, dan zie je dat het schilderij gaat bewegen. Dat kan ik hier doen, maar daar zie je zo weinig van. Zo heel klein. Dan zie je alleen de voorste rij zit het dan. Maar als je daar het volgende filmpje aanklikt, dan zie je het effect. En de voorste rij, die kan het hier zien. Maar ja, daar heb je niet zo heel veel aan, denk ik. Nee, we gaan dit gewoon doen. Ja, de mensen precies. Die dat straks met hun telefoon willen doen, dan moet jij even zeggen welke app ze dan moeten hebben. Maar dit kan ook. En dat gebeurt dan. Was dit het al? Ja, dat je doet hem nog een keer. Dan ga ik mijn grote lijf weghalen. Ach, wat gaaf. Heel gaaf, heel leuk. En dat doe je dat is met alle schilderijen zo, André? Dat is met al die dieren schilderijen zo. Al die dieren. Als je je app voorhoudt, dan zie je of iets bewegen, iets wegrennen, of een gedicht erbij. Of er zit overal iets bij. Ja, oké. Dat is ook hartstikke leuk als ik een expositie hou en daar hangen dan 20 van die schilderijen.
dan staat niemand gewoon te kijken. Maar iedereen staat met een iPad of met een tablet of met zoiets en samen te kijken en zo. En het was niet de QR-code die je dan nodig had, maar iets anders. Maar dat moet je straks nog maar even vertellen. Ja. Want dan kunnen mensen dat in de pauze, of nou, we hebben geen pauze meer, maar na afloop kun je gewoon langs de schilderijen lopen en dat eens uitproberen. Heel leuk. Maar daarna ben je verder gegaan met je video art. Ja, precies. Toen ik 12 was, toen dat is heel lang geleden. Heel lang geleden. Ja. Toen had ik al een filmcamera, een filmcamera waarbij je nog een filmpje moest kopen en die moest je nog opsturen en laten ontwikkelen. En dat duurde 3 weken. Was je 30 gulden kwijt en had je 3 minuutjes. Nou, dat vond ik toen al leuk. Dat geldt niet, maar de rest wel. En nou, dat ben ik blijven doen. En ja. Wat ik nu doe is, ik maak ontzettend veel registraties. Ik hou van lekkere muziek. En ik ga heel veel naar concerten om daar die muziek te filmen. Ja. Dat zit ik op internet. En daar heb ik zo'n 3.000 tot 15.000 kijkers per dag. Dus daar wordt flink naar gekeken. Dus dan denk ik, dan kan ik wat. Dat is mooi. Ja, mensen zijn geïnteresseerd. Ze vinden het mooi, interessant, leuk. Ja. Okay. Maar voor mijn art video's, mijn kunstvideo's, denk ik dat mag allemaal wel wat rustiger. Dat zijn hele rustige beelden. Ja. Volgens mij staat er een filmpje tussen. Okay. Even nadenken, ik geloof het volgende. Ik ga even naar beneden. Die ja. 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 Maar die niet. Oh. Ja, dat is hem. Hij doet het, alleen hij heeft een aanloopje nodig. Oh, wauw. Nou, hij duurt hier lang. Hier kunnen we gewoon doorheen praten, denk ik. Oh, dan gaan we gewoon doorheen praten. Maar zal ik dan hier blijven zitten? Of, nee hoor. Want dit is dan wat je nu aan het doen bent, vooral. Precies. Hè, met je video art. Ja. Dit is een heel rustig beeld, slow motion. Dus gewoon één camera standpunt, geen bewegingen zoals je tegenwoordig heel veel hebt. Maar gewoon één camera standpunt. En heel langzaamaan verder op in de film worden die meisjes worden oudere vrouwen. En die blijven lekker doordansen. Ja, heel interessant. En jullie denken misschien van, dan kun je daar nu maar heel weinig van zien. Maar de volgende keer, hè, ons volgende cultuurcafé, gaat Gruis, hè, wij dus, organisatoren van dit café, gaan met André samen iets maken. Dus dan kunnen we iets meer... We kunnen iets meer laten zien van dit soort filmpjes. Ja. En toen, André, ging je naar een opleiding. Ja, inderdaad. En wat levert hem, want je doet nu Artes in Zwolle. Artes in Zwolle. En wat gebeurt er dan met jouw kunst? Welke invloed heeft zo'n opleiding op jouw werk? Nou ja, dit waren de laatste schilderijen voor Artes. En op een gegeven moment ben je daarmee klaar. Dan denk je nog één en nog één. En na 50, 60 dieren, geloof je het wel. Dan moet je wat anders een keer. En ik hoopte met Artes, een kunstopleiding, dat je dan in ieder geval wat andere kanten op aankijkt. En dan denk ik, jeetje, oude kop, kan ik nog leren? Ik weet het niet. Nou, dat leven lang, hè? Leven lang, veel hartstikke meer. Ja. Ik was me daar een partij fanatiek, jongen, echt niet te filmen. Dus ik heb echt wel, ik zit nu in het vierde jaar, dus ik heb ze echt alle 4 jaar volgehouden. En hoe zou jij omschrijven wat er dan met jouw werk is gebeurd? Ja, precies. Wat je daar vooral leert is heel veel kunstgeschiedenis. Dus je leert je schilderij in tijd zetten. Je kent oude kunstenaars. Dit werk is van een beïnvloed door. Nee, ik heb gekeken naar een werk van Poussin, een schilder uit 1700. Geïnspireerd. Door Poussin heeft dat schilderij gemaakt in 1600 nog wat. En daar zie je ook 4 dames draaien en die bewegen dan. Dat is dan de lente, zomer, herfst en winter. Nou, dat zit hier ook in. En je leert dan naar andere werken kijken en je leert daar je eigen ding mee doen. Ja. Je leert er zelf naar kijken. Filosofie leer je heel veel, dus je leert op een andere manier naar de maatschappij kijken, naar de wereld, naar dat soort dingetjes. En wat vertel jij, wat wil jij vertellen met jouw werk? Ja. Daar gaat kunst wel over, Bas. Ja. Dat wist je nog niet. Maar mensen willen vaak iets vertellen met kunst. Ja, misschien dat geldt niet voor iedereen. Sommige mensen
lekker aan de slag. Maar ja. Hoe is dat bij jou? Nou, ik vind het wel belangrijk dat je wat laat zien. Ja. Ik vind het natuurlijk heel fijn als mensen het werk leuk vinden. Of prettig vinden. Of er goed bij voelen. Ja. Maar ik hoop ook altijd dat het een klein beetje wringt. Dat je op sommige momenten denkt, moet dat wel, kan dat wel. Elk werk is anders. Elk werk heeft een ander thema. Maar het heeft altijd wel een beetje te maken met bewustzijn van de macht. Er is een macht en ga daarmee om zoals je ermee omgaat. Kies daar je eigen weg in. Ja. In dit geval gaat het over de macht van de tijd. Ja. Die heeft heel veel macht, die tijd. Daar kun je echt helemaal niks tegen doen. Maar ja, zorg wel dat je de fun... gaat door. Ja, precies. En zorg wel dat je de fun erin houdt en dat je blijft leven en genieten. Maar het kan ook zijn een aanklacht tegen het geloof of tegen een instituut. Ja. Of tegen de telefoontjes. Je bent de hele dag maar met die dingen bezig. Moet dat wel? Ik gebruik zelf heel vaak het woord ontmachten. Dat ding heeft je in je macht. Probeer jezelf eens te ontmachten en ga eens weg bij dat telefoontje. Dus dat is wat jij probeert met jouw werk? Ja. Ja. Okay. En die confrontatie wil jij eigenlijk doen? Ja, of een vraag wil jij stellen op de een of andere manier. En nou even terug naar dat onderwijs. Want jij staat gewoon de hele week voor de klas. Ja. En daarnaast doet hij dus ook nog de opleiding. Dus je bent bijna dag en nacht bezig momenteel. Ja, en dan het gezin is daar heel belangrijk in. Hè? Want ik heb een fulltime baan en een opleiding waar je echt heel lang mee bezig bent. En het gezin steunt dat wel, want zonder het gezin kun je dat echt dat niet. Hè? Nee, want je moet iemand toch dat eten op tafel zetten, die bedden verschonen enzovoort. maar ik wou even... Het onderwijs. Dat is heel belangrijk. Dat gezin is ook een passie. Ja. Jouw kunst is een passie. En het onderwijs is ook een passie van je. Ja. En hoe verbind je die kunst... met dat onderwijs, met die kinderen. Hoe doe je dat in de klas en wat doe je dan in de klas? Nou, daar ben ik wel heel fel op hoor. Ik merk de laatste jaren, dat er gruwelijk veel aandacht is voor taal en rekenen. Ja. Dat ziet toch gebeuren. Het is zo belangrijk. Terwijl ik denk, er is zoveel meer. Daar in de hersenen gebeurt veel meer dan alleen maar taal en rekenen. Juist die andere dingen, dat creatieve, dat is voor je toekomst zo essentieel dat je daar wat mee kunt. Ja. Dus ik heb regelmatig discussies met mijn directeur van André, ga eens taal doen. En dan zeg ik, dit is taal, alleen een iets andere taal dan jij gewend bent. Het is niet met DT, maar het is ook een taal. Ja. Een taal van tekenen en zo. Wij zijn het enige land in heel Europa die begrijpend lezen doen. Dat doet helemaal geen enkel land. Maar je moet begrijpend kijken kunnen. Dat zou heel belangrijk zijn. Dus we gaan met de kinderen heel veel werken met verschillende materialen. Werken met beeldaspecten, compositie. Dingen voor en achter elkaar zetten. Ja. We gaan er ook op uit. We zijn laatst met de hele groep naar de Hurkende Man geweest. Ja, en kijken. Eerst denken de kinderen, lekker klimmen. Nee, ga eens kijken. En dan krijg je vragen als, waarom staat dat ding hier? Waarom staat dat niet in het centrum? Waarom kijkt het daarheen en niet daarheen? Waarom is het van ijzer? Waarom hurkt die? Nou, dan ben je echt heel diep met die kinderen daarover bezig. Dat dus je leert ze kijken, je leert ze maken, je leert ze technieken. Ja. Je leert ze zelf ook kunst ontwikkelen. Precies. Ja. Ja. Nou, geweldig. Daar had je ook nog iets van om te laten zien, hè? Van wat je met die kinderen doet. Ja, er staat nog een foto bij die we toevallig afgelopen week gemaakt hebben. Want het afgelopen week over... dat is de laatste. Ja, dat mag ook. Ja, deze foto dus. Nee. Is ook heel mooi, maar... Ja. Oh, wauw. Afgelopen week hadden we het over ruimte. Dat was het thema bij ons op school. Ja. En dan moeten kinderen iets in de ruimte zetten. En in dit geval werken we dan met... geen masker... Pastelkrijt. Vette. Pastelkrijt. Pastelkrijt, dankjewel. Pastelkrijt. Ja. Pastelkrijt. Ah, je zit in de was. Pastelkrijt. Pastelkrijt kun je heel mooi uitvegen met je duim. Dus dan zit je achteraf helemaal onder de vegen. Dat is echt geweldig. Dan krijgen ze de opdracht om te mengen, dat is één ding. Ze moeten dingen achter elkaar zetten. Hè.
En dingen van de bladzijde af laten vallen. Dus ze zijn heel bewust bezig met elementen die ook in de kunst terugkomen. Ja, je bent duidelijk heel nadrukkelijk bezig met beeldaspecten hier. Hè? Want het zijn allemaal verschillende dingen. Ja. Het zijn niet allemaal dezelfde werkjes die geknipt en geplakt zijn. Exact. Maar het zijn eigen dingen van de kinderen. Geweldig. Zijn er mensen die iets willen vragen aan André? Toen werd het ineens allemaal tegelijk. Niemand dan? Niemand, hè? Ja, een mooi, hè? Wat een goed verhaal, hè? Of heb jij nog een vraag? Nee, je vindt het gewoon een heel interessant verhaal. Complimenteren. Ja. Top, dankjewel. Ja, dat vind ik ook. Ik wil gewoon een heel groot applaus gaan aan de goede manier, Bas. Dankjewel, André. En mensen, lopen dus ook even nog langs die schilderijen. Welke app heb je nodig, André, om dat in beweging te krijgen? De app heet Aurasma. Het is augmented reality, de techniek. De app heet Aurasma, maar dat is overgenomen door HP en het heet nu HP Reveal. Reveal. Nou weet je, vraag het gewoon even aan André en dan zie je nog veel meer in jouw werk dan wat we nu op het eerste gezicht zien. Nou en op het tweede gezicht. Heel erg bedankt, André. Leuk. Dankjewel. En we gaan een beetje aan de slag.